Wij staan hier achter op het terrein van Laco Sportcentrum Kuik. Gisteren is besloten dat de dekens die normaal gesproken voor de Vierdaagse gebruikt werden door de wandelaars hier in de sporthal, dat die een bestemming krijgen, of liever gezegd een herbestemming in Hongarije voor de vluchtelingen die uit Oekraïne daar de grens over te steken in het oostelijk deel. En het gaat om zo'n kleine 250 militaire dekens, ook nog enigszins licht vochtafstotend. En een twintigtal splinternieuwe matrassen, ook legere matrassen, dus goede kwaliteit. En de mensen hebben net al twee auto's volgeladen. Morgen komt er nog een grote bus alle spullen opladen. En wij zijn heel blij, ook namens Laco kan ik u dat mededelen, namens Aletta de manager en Nico de technische man, dat zij heel blij zijn dat deze dekens een herbestemming krijgen voor de vluchtelingen in Hongarije in dit geval. We vroeger met de Nijmeegse Vierdaagse sliepen ze hier in de sporthal, maar dat is sinds een paar jaar niet meer het geval. En we hebben nog allemaal dingen over van die tijd, dus dat wil ik je overhandigen graag. Meer is erg handig. Via de oude manager naar jullie, alsjeblieft. Bedankt en voor de hele Hongaarse gemeenschap in Nederland. Ja. En deze dekken en matrassen gaan naar Hongarije, naar de Baptiste Charity Service. In het oosten, hè? Bij de eerste keer gaan naar de grootste magazijn. Ja, naar die En ja. Daar de medewerkers zullen selecteren wat is nu nodig en wat is in de toekomst. Want van de verwachte dingen, de mensen komen minimaal in de volgende half jaar. Zijn nu nodig de dekken, matrassen, verzorging, spullen en in de toekomst kleding en andere dingen. Yes, oké. Heel veel succes. Dank je.